Maria en Jozef, die waren met het kindje op de vlucht naar Egypte. Want die lelijke soldaten van Herodes, die wou hun kindje vermoorden. En die engel die had geroepen, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Want die soldaten die volgden de sporen, die zag achtergelaten in het zand. En van boven riepen ze, laat het sneeuwen, sneeuwen. En toen trok die waakengel al die grazenwolken van het noorden bijeen. En dan begon dat te sneeuwen, op een nik en een ga, zag alles wit van de sneeuw en geen sporen meer te zien. Vloeken dat je kapitein deed. Ho, nou waren ze gered. En Jozef en Maria, die waren wel meug. En die gingen daar even tegen een boom zitten. Dat was een boom met een gat erin, een holle boom. En terwijl ze er zo zaten, keek de waakengel nog eens een keer naar achter, hoe dat het er zat. Toch niet waar zeker? Die kapitein die had zijn soldaten verdeeld in vier groepen en de vier windstreken al had gestuurd. En zelf kwam hem na met 20 soldaten zijn kant uit. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Steek de heilige familie in dat gat in die boom en weef er dan een spinnenwebvui. Dan zijn ze veilig. Ja, maar, dacht die waakengel, als die kapitein die trucken van de vooroor kent, nee. En hij keek eens rond en toen zag hem de boven in dat slop van die boom. Een extra nest en hij trok dat sop naar beneden, liet de heilige familie in die nest stappen, liet dat sop los en daar zaten ze veilig hoog en droog in de boom. En zelf, hij weefde nog rap zo wat spinnenweb ook voor dat gat, dat was om ze af te laden en dan zelf ging hem zijn nagel zo als knotwillig er neffen zetten. Hij was maar juist op tijd klaar, want daar stond die kapitein er al met zijn soldaten
En die kapitaan die zag dat gat in die boom en die zei, hé, een gat in een boom met een spinnenweb, dat is een trucje. En hij trok zijn zwaard en stak dat in dat gat. Er gebeurde natuurlijk niks. En hij keek niet naar boven en hij keek ook niet naar die grazen knot willen neffen staan. En zo zijn die kapitaan en die soldaten vet getrokken op zoek naar het kinneke. Maar kon de halige van Mille vet op de vlucht. En toen hoorden ze daar een beetje vet, een ijzel balken, gelijk een verruste pomp. En die wakingen vlauw dat direct hen en die zei, nou God, ga je school luisteren, braaf staan, niet koppig staan, want ga, gaat de verlosser van de wereld paar voor u dragen. En die ijzel die kwam gewillig mee en met die ijzel zijn ze dan vet gevlucht. En na een tijdje zagen ze daar een blaasstreep. En Jozef riep, de zee, de zee. Ja, ze kwamen naar de zee en daar lag een putje. Schipper, mag ik overvaren? Ja of nee? Of moet ik dan een cent betalen? Ja of nee? Die schipper die vroeg natuurlijk niks, want hij was al verwittigd uit die waakengel dat hem niks mocht vragen. En zo zijn die drie dan, Sint-Jozef, Maria en het kinneke, in dat putje gestapt en dan zijn ze gevlucht over de zee naar Egypte. En die waakengel, die had zijn jobje gedaan, die kon terug naar boven. En als hij daar boven in de hemel was, dan lachten zijn collega's hem uit achter zijn rug. De loemperik, hij had het vergeten te laten snieven. Maar hij hoorde het wel, maar je dacht, al goed dat ik niet nog alle geluisterd heb. Want had ik de halige van Mille in dat gat in die gewoon een boom gestoken. Hoe had het dan afgelopen? Ja, hij was eigenlijk wel heel content hoe dat hem dat allemaal had opgelost.